Opnieuw goed nieuws voor de Nijs van de Wegen. Eind vorige maand werd Zijn ze bij de stopzetting van de competitie nog uitgeroepen tot kampioen in de eerste amateurklasse. Nu heeft de club dus ook zijn proflicentie beet. En dus speelt het volgend seizoen in 1B. Of wie weet in een eerste klasse met 20 ploegen. Want op dit moment hebben maar 19 clubs een proflicentie. En zijn er te weinig ploegen voor 1B. Ja, dat is iets voor de pro-liga en de voetbalbond. Uh... Wij schikken ons naar hun, hun uh, wensen en eisen. Dus uh, we wachten af. Uh, de meeste ploegen zullen waarschijnlijk uh, naar de Bas gaan. En de uitspraak is maar 10 mei, dus nog een maand. Uh, en dan zullen we zien uh, wat er gaat beslist worden en in welke reeks we gaan spelen volgend seizoen. Een scenario waarin Deinze in een eerste klasse met 20 ploegen terechtkomt, van de wegen achterkans klein. Volgens de voorzitter zullen een aantal clubs uiteindelijk toch hun licentie krijgen... Maar een tweede klasse zoals vroeger met profploegen en amateurploegen, dat ziet hij niet zitten. Ja, dat zou, zou ik uh, echt niet aanvaarden. Want uh, wij werken uh, al een paar jaar naar uh, professionalisme. Uh, we hebben profs in ons elftal. Uh, we hebben ons stadium uh, uitgebreid, vernieuwd. Uh, eind dit jaar gaan we het nog vernieuwen naar 8000 personen. Uh, dus al die inspanning zou dan voor niets zijn geweest. Uh, dus ja, dat zou ik zeker niet aanvaarden. En dus blijft Escadijn ze bouwen aan de toekomst. Letterlijk dan. Tegen eind volgend jaar moeten de vernieuwde tribunes met 8000 plaatsen klaar zijn. Want dat is een van de voorwaarden voor een proflicentie. Daarna zal er ook werk gemaakt worden van onder meer vier torens met kantoren, een hotel- en horecazaken ook op sportief vlak wordt alles nu voorbereid voor 1B. De bedoeling was van onze kern te behouden nu hè? en aan te vullen nog met enkele versterkingen. Dat doen we al nu al een paar jaar. Hè? En ik geloof er ook in uh, om het zo verder te doen en bijvoorbeeld geen nieuwe ploeg te gaan kopen of zo, dat geloof ik niet. Intussen probeert Deinze ook zijn steentje bij te dragen tijdens de coronacrisis. De club besliste om de spelershirts van het voorbije seizoen te veilen. Iedereen kan vanaf 50 euro een bot doen en de opbrengst gaat naar het AZ Sint-Vincentius en het triagecentrum in het sportcomplex Palestra. Alle info vind je op truitjes.kmskdeinze.be.